Het is voorjaarsvakantie en dus organiseert de voetbalacademie van SC Heerenveen de jaarlijkse talentendagen. Wij zijn benieuwd of we de nieuwe Otigba, Finn Bogason of misschien wel Marco van Basten kunnen gaan spotten. Zit er nog wat bij vandaag? Er loopt altijd talent. Maar wat we binnen hebben is al van een zodanige kwaliteit dat het niet eenvoudig is om erbij te komen. Ja, ik heb zeker hele interessante spelers gezien. Met name spelers die gewoon een goede actie hebben. Nou ja, en overspelen. En dat is natuurlijk lastig, want je kent elkaar niet. En je hebt nog nooit samen getraind. Hè, maar ik zag wel, als je kijkt naar individuen, dan zijn er een paar spelers die een hele leuke actie in huis hebben. Waarom ben jij hier vandaag bij Heerenveen? Om gescout te worden. Want jij wil een hele goede voetballer worden? Ja. En wat heb je daarvoor nodig, denk je allemaal? Snelheid, hard schieten en actie. Heb je de nieuwe Jeffrey Talan al gespot? Ja, ik heb hem gezien. Nee, dat weet je nooit in deze leeftijd, maar er lopen wel wat talentjes. Ja. Nou, waar zie je dat dan? Ja, naar de acties kijken kunnen we namen. In de kleine ruimte of ze dan toch de bal kunnen beheersen en hoe ze bewegen. Ja, wat een mooie goal zeg! Ja, die is aardig, Niek. Ja, je ziet, er zitten een paar tussen die kunnen gewoon heel goed voetballen. Ja, jij als trainer van de Ace hebt er als geen ander zicht op natuurlijk welke jongens talent hebben in deze leeftijdscategorie. Nou, je hebt wel een extra goed beeld, omdat je weet wat je moet verwachten. Je weet hoe goed je eigen spelers zijn. En we moeten kijken of we deze spelers ertussen kunnen krijgen. Of misschien al beter kunnen vinden. En dan zijn zulke dagen als vandaag mooi. Ja. Welke loopt er tussen, meneer? 44, blauw. 44, blauw? Ja, is fantastisch. Wat een prachtige speler. Wat ging er heel goed? Ruimte zoeken en het passen en de acties maken. Er zijn een paar spelers die een hele leuke actie in huis hebben. Ja, dat let je op de actie vooral. De actie, maar ook wel het idee hebben om samen te spelen. Hè. Dat zal een beetje inzicht hebben om samen een aanval op te zetten. En dat gaat meestal tussen twee spelers. Oh, daar kijk je naar en die vallen wel op. En dan vallen ze op en dan? Dan worden ze uitgenodigd voor de voetbalschool. En dat betekent dat ze dan op woensdagmiddag bij ons kunnen komen trainen. En dat zal dan sowieso tot de zomer zijn. En na de zomer zal er weer een nieuwe selectieprocedure plaatsvinden. En nu is het wachten in spanning of je een brief krijgt thuis. Hoe is dat? Goed. Ja, vind je het spannend? Ja. En wat denk je? Denk wel. Dus misschien dat jullie wel een brief straks op de mat krijgen van Heerenveen. Maar als dat niet gebeurt, hebben jullie wel een leuke dag gehad? Ja.